Ik heb hier een enorme kaars. Oh my god. Het voelt zo lekker en het ziet er zo mooi uit. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en vandaag heb ik weer een leuke video voor jullie. Althans, dat hoop ik. Ik ben voor mijn gevoel echt al best wel lang niet meer op dit kanaal geweest. Dat heeft een aantal redenen. Maar goed, ik ga jullie eerst even mee de winkel innemen. Want ik had zin om lekkere maskertjes te halen. Lekkere koekjes. En echt eventjes aarden van de drukke periode waar ik net in ben geweest. Dus heb je zin in deze video? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog en abonneer ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik wil sowieso iets van een maskertje. Dit lijkt me heel erg chill. Voor onder de ogen. Maar zo'n handmasker heb ik eigenlijk ook nog nooit gebruikt. Oh, wat is dit? Dit ziet er bijzonder uit. Oeh, echt zo zin in iets lekkers. Wordt sowieso iets van Milka. Of toch Reese's. Oeh, en bij een goede selfcare moment hoort natuurlijk ook een kaars. Dit vind ik er heel mooi uitzien. Ik denk dat dit mijn favoriete aankoop is vandaag. Ik heb hier een enorme kaars. Een geurkaars is het in de geur Apple Cinnamon. En ik hou niet echt veel van kaneel. Maar dit vind ik zo licht en zoet. Gewoon echt heel erg lekker. Kijk, hij is enorm. Je hebt hem ook in een slagje kleiner. Maar ik wilde graag natuurlijk de allergrootste. En die ga ik gewoon meteen aansteken. Zo hier. Dan zien jullie hem ook nog eens. En tegelijkertijd ga ik ook even een kopje thee zetten. Ik heb ook thee gehaald. En dit is met gember en citroen. Love it. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb de kaars toch even op de achtergrond gezet. Want het leek me toch allemaal een beetje spannend hier. En ik heb ook lekkere koekjes meegenomen. En ik dacht, voordat ik mijn gezichtsmasker aan ga brengen, ga ik even een paar koekjes eten. Met een kopje thee. Helemaal zin in. Want dan kan ik ook nog een beetje praten. En waarschijnlijk met de masker op gaat het mij niet lukken. Al mijn koekjes zijn van Milka. Ik had er zo'n zin in. Ik heb als eerste dit koetje. Klinkt zo raar. Dan heb ik cookie snacks. En hier staat ook dat het nieuw is. Nou, ik was heel erg benieuwd. En cookie sensations. Schattig. Maar goed, wat heb ik afgelopen tijd allemaal gedaan? Mocht jij vaker YouTube video's kijken van Action, herken je misschien wel de bank als je mijn video's hebt gezien. Maar de omgeving is een klein beetje anders. Ik ben alweer verhuisd. En ik zeg alweer, want ik woonde daar helemaal niet zo lang waar ik heb gewoond. Een half jaartje ongeveer. Toen kwam dit op mijn pad en heb ik de kans genomen. Oh, zo ziet het eruit. Dus vandaar dat ik ook een soort van een chill video wil gaan opnemen. Want ik heb echt zoveel behoefte aan self-care. Even lekker vertroetelen. Heel veel stress gehad en best wel ongezond geleefd de afgelopen tijd. Dus mijn huid is ook echt geëxplodeerd. Ik ga het even proeven. Je kan nooit mislaan met Milka. En terwijl ik aan het verhuizen was, was ik ook jarig. En ik had dus ervoor gekozen om mijn verjaardag ook gewoon meteen maar te vieren. Maar ik had ook best wel druk met werk. Letterlijk alles kwam heel erg in één. Gewoon alles tegelijkertijd. Dat doen we niet meer. Het is nu klaar. We gaan weer een beetje tranquilo. Oh. Hier zit een hele stuk chocola in. En ik denk ook dat dit de allerbeste... Wow. En ik denk dat het ook de allerbeste manier is om weer, zeg maar, terug te komen, te aarden. En weer een routine te creëren om eventjes, ja, echt zo'n self-care momentje in te plannen. En hoe ik dat het liefst doe, is natuurlijk met lekker eten. Al is dit niet heel erg bevorderlijk voor mijn huid, uiteraard. Neem ik heel even voor lief vandaag. Maar ik heb dus iets superleuks gevonden. Dit zijn van die make-up schijfjes die je dus kan herbruiken. Gewoon in de wasmachine kan gooien. Om je make-up mee af te halen. Je hebt natuurlijk ook van die grotere doeken daarvan. Maar dit is echt in de vorm van een wattenschijfje. Ik zal het even laten zien. Natuurlijk is het wel het handigst als ik dit van tevoren had gewassen. Dat heb ik niet gedaan. Ik kom letterlijk net van de winkel. Ik vind het zakje ook echt super mooi. En die watjes ook. Ik zag dit en ik dacht, wow, dit is echt zo goed. En dit is ook eigenlijk de bedoeling. Of althans, dit werkt ook met alleen maar water. Maar ik heb hier nog micellair water. Ook van de Action. Deze heb ik al een tijdje in huis. En dan heb ik, super leuk, maar ik heb, zeg maar, zo'n maskertje die je nog helemaal zelf moet maken.
Ja, de make-up remover pads was €1,99. En dit maskertje €1,39. En waarom ik voor deze heb gekozen? Ten eerste, dat ziet er super leuk uit. En ten tweede, ik zag een watermeloen staan. En ik ben echt dol op watermeloen. Ik ga het gewoon proberen. Oh mijn god. Ik heb hier een spateltje. We hebben hier een stap 1 en een stap 2. En hier zit de liquid in en hier zit een poeder in. En dit moet ik dus samen in het bekertje doen en alles door elkaar roeren. En dan heb ik dus mijn masker. Oh nee, wacht. Ik ga denk ik eerst eventjes mijn make-up verwijderen. Dit wordt ook meteen mijn avondroutine. Het is wel wat vroeg voor de avondroutine. Oké, ik heb micellair water erop. Oh, mijn foundation is ook een tintje te donker. Oh wow, dit gaat echt af. Niet normaal. Kijk, oké, je kan echt wel veel van je gezicht. Veel van je gezicht klinkt zo raar. Maar je kan echt best wel veel make-up gewoon eraf halen. Het ging er echt heel makkelijk af. En hij is super heerlijk zacht. Dus dit ga ik sowieso vaker gebruiken. Ik vind het echt veel handiger dan zo'n grote, weet je wel. Dan ga ik dus dat maskertje even maken. Volgens mij ziet het er zo geweldig uit. Oh, het ruikt ook echt lekker. Oh my god, wat een kleur. Kijk, zie je dat? Ik vind het wel echt vrij apart hoe het dan gaat. Dat een poeder erin moet. En dan ga ik dus dit dus allemaal roeren. Oh ja, dan is het wel echt meteen een stuk minder vloeibaar. Nou ja, en dit ga ik maar even aanbrengen. Het is zo'n mooie kleur. Laat me even bij de reacties weten wat jij het liefst doet. Om even een momentje voor jezelf te nemen. Ik heb wel het gevoel dat een kaarsje en een maskertje en zo, dat best wel veel mensen dat doen. Volgens mij is het een peel-off masker. Echt heel leuk is die. Kijk nou. Oh, dit moet ik natuurlijk helemaal niet in mijn wenkbrauwen smeren. Als dit peel-off is, dan heb ik wel echt een probleem. Het voelt zo lekker en hij ziet er zo mooi uit. Hij moet echt 20 minuten volgens mij erop blijven, zodat hij helemaal opdroogt. Dus ik ga mezelf even comfortabel maken op de bank en ik ga even mediteren of zo. Dat doe ik echt nooit niet. Het is misschien wel de beste moment om dat te gaan doen. Oh jongens, het ruikt heerlijk. Wat super fijn is, is dat het dus aan de buitenkant helemaal niet nat is. Dus je zou eventueel nog dingen kunnen pakken. Als je echt iets moet pakken zonder dat het echt heel erg nat gaat worden. Oké, ik heb het gevoel dat het maskertje echt helemaal droog is. Hij laat echt al aan alle kanten los. Oh, dat gaat echt heel makkelijk. Normaal gesproken met peel-off maskers kan dit best wel pijn doen. Maar ik heb het gevoel dat hij best wel lekker vettig is. Oké, ik ga even met een washandje even de rest eraf halen. Het blijft een beetje plakken. Dan heb ik om mijn geïrriteerde huid wat nog meer tot rust te brengen, heb ik een aloe vera serum met 70% aloe vera. Ik ben heel erg benieuwd. Heb ik eigenlijk helemaal nooit geprobeerd. Oh. Het is een oogserum. Zie ik net op het bonnetje. Aloe vera serum. Verzorgt droge huid. Oh nee, het is niet per se alleen voor de ogen. Oh, dan kan dat wel. Ik breng hem aan gewoon over mijn hele huid. Zo, lekker veel. Kan ik het ook nog in mijn nek aanbrengen. En dan heb ik ook nog een gezichtsroller erbij. En dat leek me dus fantastisch om nu te gebruiken. Dat bevordert natuurlijk de doorbloeding. Wat heel goed is voor deze enorme krater hier ook. Heerlijk voelt het. En ik ben ook helemaal blij met de kaars. Ik vind hem ook echt heel mooi staan hier. De kaars was trouwens €5,95. Super mooi. Lekker groot. Ik denk dat we hier heel lang mee gaan doen. En terwijl ik nog heel eventjes mijn gezicht aan het masseren ben, hoop ik dat jij ook op ideeën bent gebracht door deze video. Om ook lekker een gezichtsmaskertje te gaan doen. Of om een lekker koekje te pakken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan ga ik er ondertussen een einde aan draaien. En dan ga ik nog heel eventjes door hiermee. Want het voelt heerlijk. Ik wil jullie in ieder geval eventjes bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En tot de volgende keer. Doei doei!